Lila werd wakker. Eerst haar ene kant en toen haar andere kant. Ze rekte zich uit, stond op, deed een plasje, poetste de tanden en ze keek in de spiegel. Ze schrok zich wild. Ze had geen gezicht. Gisteren had ze nog een gezicht. Een ronde neus met sproeten, bruine wenkbrauwen, blauwe ogen, een dunne bovenlip, een dikke bol onderlip, een kuiltje in haar kin. Maar vandaag had ze geen gezicht meer. Ze had alleen maar een paar gaatjes om te zien, om te ruiken en te eten. Als ze ogen had gehad om mee te huilen, had ze vast en zeker gehuild. Nou ja, zei mama. Mama was net boterham aan het smeren. Wat is er met jou aan de hand? Dat is toch geen gezicht? Klaagde Lila. Ik ben mijn gezicht kwijt. Dat doe je vandaag toch zonder, zei opa. Opa was altijd nogal makkelijk. Als er iets ergs gebeurde, dan zei hij altijd, ach, dat gaat wel weer over, of zoiets. Maar mama, die was niet zo makkelijk. Ga onmiddellijk je gezicht zoeken, zei ze. Misschien zit het wel in de wasmand. En Lila zocht in de wasmand. Kijk, daar zit ze. Er zat van alles in. Onderhemden van papa, zakdoeken van opa, rokken van mama, truien van Max, jurken van oma en heel veel vieze sokken en vieze onderbroeken. Bleh, zei Lila. En als ze een neus had gehad, dan had ze hem vast dichtgeknepen. Maar ja, de gezicht zat niet in de wasmand.